Voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis heeft iemand geschreven over een reis van New Nikeri naar Apura. Een reis van ruim 14 uren. Dit waren enkele uitspraken van Jerry Deonarain, secretaris van de Clark Ackert Foundation, gisteren bij een lezing gewijd aan de gewezen Surinaamse schrijver Clark Ackert. Het boek tussen Oreala en Apura werd in de schijnwerpers geplaatst. Silene Frans, inheemse onderzoeker en gewezen president Ronald Venetiaan, hebben ook een bijdrage geleverd aan de lezing. Ik heb voor het eerst in de Surinaamse literatuur gelezen over Crabwood Creek. Oh ja. Mm-hmm. Over de Crabwood Creek. Dat is dus een dorpje in Guyana. Mm-hmm. Waarschijnlijk een smokkeldorpje. Dat zegt Clark ook. Mm-hmm. Ook waarschijnlijk door zijn onderzoek. Dit is toch geweldig? Precies. En nog iets. Nog een ander parel. Wat wij dus eigenlijk uit het oog verliezen. De titel van het boek is Tussen Apura en Oreala. Wat wij niet nog, of wat nog niet gezegd is, denk ik, onze oorspronkelijke bewoners, die leven niet in termen van grenzen. Mm. Mm-hmm. Oreala ligt wel aan de Guyanese grens, mm-hmm. maar dat zien ze eigenlijk niet. Nu wel, door de westerse invloeden natuurlijk. Deonarain concludeert dat Ackert een literaire schat aan boeken heeft achtergelaten voor Suriname. Venetiaan zegt dat veel aspecten die samengaan met liefde en passie uit het boek tussen Apura en Oreala hem bijzonder hebben aangegrepen. In het boek wijzen de traditionele Arawakken het christendom af. En de christenen die komen om het christendom te brengen, die wijzen de cultuurgebruiken van de Arawakken af. En zeker de natuur, godsdienst. Frans zegt dat het boek een goede aanrader is. Op een realistische wijze zijn de aspecten beschreven die te maken hebben met de relatie tussen de inheemsen in het bovenquarantaingebied. Het boek is volgens de wetenschapper heel traditioneel en cultuurrijk.